zien het steeds meer, jongens. Dat betekent dat we warm zijn. Oeh, dit zijn gewoon verse sporen. En hij wijst die kant op, dus ik denk dat we hier moeten zijn. Ik ben op zoek naar bendelid Jasmijn om te kijken wat zij in haar schild voert en of ze nog misschien hulp kan gebruiken. Hey, hallo. Hoi. Jij bent Jasmijn. Ja, ik ben Jasmijn. Mag ik bij jou binnenkomen? Ja. Fijn. Ja, Jasmijn, ik dacht ik kom even bij jou op bendebezoek om te zien wat jij in je schild voert. Heb jij misschien een geheim bendehol waar we rustig kunnen praten? Ja, kom maar mee. Kijk, wauw, dit is jouw bendehol, eigenlijk gewoon je slaapkamer. Ja. Leuk man. Nou Jasmijn, vertel, wat voer je allemaal in je schild? Ik voer heel veel dingen in mijn schild. Oh ja? Ja, ik heb een spreekwoord gedaan, ik heb cakejes verkocht, ik heb een beetje mijn plastic gedaan en dan kan ik nog even doorgaan. Kijk nou, er worden hier in huis ook gewoon schildpadjes getekend. Hé, en wat heb jij bedacht voor plastic bende als actie? Ik ga misschien ook nog een soep, plasticvrije soep maken. Een plasticvrije soep maken. Nou, dan stel ik voor dat we dat gewoon samen vandaag gaan doen. Hé, maar voordat we van start gaan, wil ik jou eerst even deze geven. Want ja, anders hoor je natuurlijk niet echt bij de plastic bende. Bij jouw plasticvrije soep hoort natuurlijk wel een receptje, toch? Als we boodschappen moeten gaan doen. Ja. Kijken. Hier. Bam. Alles staat erop, hoor. Jij weet de weg? Ja. Oké, kom. Nou. Oh, prei, prei. Ik zie prei. Rechts. Is die plastic vrij? Die is plastic vrij. Die mag mee. Oeh, tomaten. Maar dat wordt een ding, want die zitten allemaal in plastic. Deze niet. Die niet, oké. Heb jij van die plastic vrije zakjes? Ja, zeker. Oké, top. Nou, inladen maar. Oh, ik ben zo goed in het vloggen. Het gaat allemaal heel soepel, zie je? Oké, we moeten naar achteruit. Paprika. Maar wel die niet in plastic zit. In de tas. En door. Oké, go. Oh, je hebt prei. Dus nou. Het lijstje is afgewerkt. Ja. Gaan we naar de kassa? Ja. Kom. Zo, nou, genoeg te snijden. Ah, oefening baart kunst, hè, zullen we maar zeggen. Deze moeten we nog wel even wassen, denk ik. Ja, precies. Moet je ruiken? Lekker toch? Ja. Nou, 2,50 voor zo'n bakje, dat moet wel lukken denk ik. Ja. Nou, daar gaan we. Oké, okay, jij weet je weg hè? Nee, we zijn sneller dan ik wist hoor. Oké, okay, rechtsaf. Links hè? Ja. Linksaf. Oh, zo, dat gaat lekker met zo'n bakje. Hey, hey! Voor mij zo'n bakfiets. Oké. Okay. Nou, is het hier niet de deur? Ja. Hallo. Hoi. Hallo. We hebben soep voor de plastic soep. Voor de plastic soep? Ja, we verkopen soep voor de plastic soep. Dat is een goeie. Wil jij een bakje soep heel kopen? Graag. Van, ja, dat vind ik heel erg lekker. Tuurlijk. Ja? En wat moet ik daarvoor doen? Als jij een bakje hebt, dan kunnen wij een bakje vullen met soep. En dan kost het? €2,50. Heerlijk, verse soep. Ja, verse soep. Daar doen nou, we het doe voor. Er maar weer in. Deksel erop. Mag jij het geld gaan innen? Kijk, €2,50. Hoppa, in de pocket. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, eet smakelijk. Ja, veel succes hè. Komt goed. Oké. Doei. Zo, nou Jasmijn, ik weet nu precies wat jij in je schild voert. En deze actie gaat een groot succes worden, dat voel ik aan alles. Ik ga je overgeven aan je moeder. Kom er maar bij. Hey meid.
super goed gedaan en dankjewel dat je zo goed actie voert. Graag. Doei! Doei! Nou, daar gaan we, Jasmijn. Ah, wat een topper, hè, die Jasmijn. Voer jij nou ook een geheime operatie uit? Maak er dan een video van en stuur hem naar ons op. Dan voeg ik hem toe aan onze afspeellijst. En de bendeleden met de leukste of grappigste video, die nodig ik uit voor de grote finale. Oké, later. En vergeet vooral niet volgende week weer een nieuwe video te checken van wat voer jij in je schild. En vergeet niet te abonneren. Joep!